NEC-TV in Spanje wordt mede mogelijk gemaakt door Lenatech Kunstgas Adviesbureau en de Goffert Hospitality and Events. Bart, op het trainingskamp hier in Marbella. Hoe is het voor jou als directeur algemene zaken om hier te zijn? Als algemeen directeur? Als algemeen directeur, ja. We mogen het nu officieel gaan veranderen. Ja, dat is even wennen. Nee, het is uitstekend. Ik denk dat we wel mogen zeggen dat mede door de Club van 19, hè, dat wil ik nogmaals benadrukken, dat wij hier kunnen zijn. Ik durf echt te zeggen dat dit wel een top 10 trainingskamp is, hè, als je naar het betaald voetbal in Nederland kijkt. En in deze faciliteiten met deze ploeg kunnen werken. En dat zie je ook aan de technische staf. Ja, daar zijn we gewoon heel erg trots op. Is dat bijzonder als Jupiler League Club op zo'n accommodatie kunnen trainen? Ja, dat is absoluut bijzonder. Ik denk dat de top 7, 8 van de Eredivisie deze faciliteiten hebben. En dat kunnen we doen omdat 20 sponsoren dat mogelijk maken. Ja, daar zijn we gewoon trots op. Dus dat zie je ook elke dag. En wat zie je aan het team hier? Nou, ik ben nu 2 keer geweest. En je ziet gewoon een sfeer waarin die faciliteiten ook werken. Het weer is goed, de accommodatie is goed. Dat zorgt ook voor wat ontspanning. Ja, dat moet natuurlijk aankomende week weer naar wat spanning leiden, hè, naar Eindhoven toe. Maar ik denk dat we er goed op staan, zoals de trainer dan even zegt. Want het is 2015, het is ook januari. Het is het jaar dat het moet gaan gebeuren. Mm-hmm. Maar het is ook de maand waarin heel veel kan gaan gebeuren op transfergebied. Is daar al wat nieuws over? Nou, wat je sowieso ziet, en dat heb ik voor mij ook al eerder gezegd, een wintertransferperiode zit anders in elkaar. Het komt over het algemeen wat langzamer op gang en dat zie je nu ook. Wij blijven dezelfde strategie houden zoals we in mei toen ook gezegd hebben. Wij gaan voor een doel, en dat is kampioen worden, promoveren. En daar hoort een ploeg bij. En deze ploeg heeft dat laten zien de eerste seizoenshelft. Dus de basis is dat we proberen dat in stand te houden. Alleen een offer we can't refuse, waarmee we kunnen herinvesteren om het team op niveau te halen om ons doel te realiseren. En dat staat voorop. Is het dan ook zo dat als er iemand weg zou gaan en een offer you can't refuse zou komen, dat jullie dan pas gaan handelen en nieuwe spelers gaan halen, dat dat in principe niet echt nodig is? Ja. Nee, in basis is wat er nu staat, willen we intact houden. Het enige wat zich voor zou kunnen doen, en dat heb ik laatst ook op Twitter kort vermeld, is dat er een langdurige blessure doorloopt in de tweede seizoenshelft, waarop we moeten acteren. Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn rond de situatie met Christian Emielsson. Nou, die komt 12 januari terug uit IJsland. Nou, dan moeten we beoordelen hoe hij erop staat. Maar we moeten natuurlijk uiteindelijk ook goals maken. En bij voorkeur net zoveel als de eerste seizoenshelft. Nou, Sjoerd die heeft er genoeg gemaakt, laten we het zo maar even zeggen. Maar we moeten ook wel zorgen dat de risico's in kaart blijven. Nou, dat zou eventueel daar kunnen zijn. Want achter Sjoerd Ars is eigenlijk Emielsson de mogelijke tweede spits. Maar als hij te lang geblesseerd is, dan zijn jullie dan eigenlijk nu het meest naar aan het kijken. Ja. Ja, we zijn wel aan het kijken naar andere opties. Ja. Nou, als we het hebben over Christian Emielsson, je zegt we moeten dat afwachten hoe dat is. Maar op dit moment, wat kun je er nu over zeggen? Nou, ik heb Christian voor oud en nieuw voor de jaarwisseling nog gesproken. En in het nieuwe jaar ook 2 keer eventjes over de app. Hij staat er goed op. Hij is fysiek in orde. Hij is pijnvrij. Hij heeft veel trainingen in IJsland gedaan. Onder begeleiding van de fysio in IJsland. Nou, dat ziet er goed uit. Alleen wij kunnen dat pas beoordelen als hij 12 januari weer bij de groep aansluit. Ja, en dan gaan we hem ook, Han Thijssen gaat hem ook testen. Om te kijken van ja, wat is dan het proces, hoe lang het duurt voordat hij terug is. Genoeg nu over het team. Er zijn nog 2 andere dingen waar we wat updates over kunnen krijgen. Wellicht de huur van het stadion, is daar al wat meer over bekend? Nou, laatst ben ik bij de raad geweest. Daar heb ik verteld hoe de club erop staat en waar we mee bezig zijn. Nu hebben we eind januari weer een afspraak met de wethouder om te beoordelen hoe we daarmee omgaan. Dat proces loopt goed. We zijn in goed overleg met de gemeente. Maar we moeten al eind januari wel samen beoordelen hoe we nu verder gaan. En ja, het blijft voorop staan dat wij van mening zijn dat de huurovereenkomst en de leningsovereenkomst die er nu ligt, die willen we in goed overleg bespreken. Omdat we denken dat de club voor de langere termijn een andere oplossing nodig heeft. Dus eind deze maand kun je daar denk je pas echt definitief meer over vertellen? Ja, dat denk ik wel. Okay. Ja. Tot slot, de jeugdopleiding. Er is natuurlijk een plan, een meerjarenplan gemaakt. Daar komen ook af en toe wel eens wat video's van voorbij op de website. Kun je de fans daar wat meer over vertellen? Wat daar in het plan nu de ontwikkelingsstappen zijn? Nou, we hebben na die degradatie gezegd, we willen weer gaan opleiden, waarbij 75% van onze selectie 1 uit Nederlandstalige spelers bestaat en 50% van die 75 bij voorkeur zelf opgeleid. Nou, dan moet je ook je opleiding gaan inrichten. We hebben nieuwe hoofdopleidingen aangenomen, René Koster. En we zijn nu met dat plan bezig, waarin we ook heel duidelijk maken hoe zorgen we er nou voor dat talent
van de onderbouw zo snel mogelijk in de Goffert speelt en in ons eerste elftal speelt. Want ja, opleiden moet uiteindelijk ook tot resultaat leiden. Nou, dat plan lanceren we februari, maart. Ik denk begin februari, half februari misschien. En dat geldt ook voor scouting. We zijn er echt van overtuigd dat als we creatief, inventief zijn, maar we blijven dicht bij onze clubcultuur, we rond scouten en opleiden, dan zijn we voor de langere termijn zijn we succesvol als club. Heeft dat ook financieel positieve gevolgen, dat je daardoor minder spelers hoeft te kopen? Nou ja, het feit is natuurlijk dat we wel mogen concluderen dat wat van ver komt en duur is, niet per definitie altijd beter is. En ik denk dat we met creatieve mensen en met mensen die bij onze clubcultuur passen, zelf gaan opleiden. En misschien ook eens kijken van ja, kunnen we ook weer wat meer mensen met NEC-historie die zelf op het veld hebben gestaan in de scouting en in de opleiding betrekken. Waarbij jeugd ook een voorbeeld heeft. Hè? Niet dat dat nu niet met de trainers is. Maar ik denk dat als een Dennis Gentenaar of een Jeffrey Leiber-Cabessi of een Rutger Worm die nu in de academie meeloopt. Ja, dat spreekt tot de verbeelding. Dat is natuurlijk wel iets voor de lange termijn, voor de duidelijkheid. Dat is niet iets dat morgen al kan gaan ingezet worden. Dat is echt voor de meerjaren. 2017 moet zo'n plan helemaal definitief af zijn. Nou, de mensen die mij kennen, die weten dat ik redelijk ongeduldig ben. Dus 2017, zoveel tijd hebben we niet en krijgen we niet. Ik vind echt dat we aan de aanvang van het volgende seizoen ons nieuwe opleidingsplan moeten hebben staan. Met de inrichting en met de bezetting. En dat geldt ook voor scouting. En op welke termijn verwacht je daar dan echt resultaten uit te boeken die tastbaar zijn? Nou, ik denk ook al vanaf seizoen 15-16. Ja. Ja. Straks gaat NEC nog tot slot een oefenwedstrijd spelen tegen KV Oostende. Daar ga je natuurlijk naartoe om te kijken. Gaat NEC daar winnen en een goed gevoel krijgen richting Eindhoven? Ja. Dat gaat gebeuren. En met hoeveel? Oh, dat doe ik niet aan. Doe je het? Nee, ik doe niet aan voorspellingen. Daar ben ik een keer mee gestopt, dus dat doe ik niet. Dan laat het hierbij. Dank je wel. Dank je wel. NEC TV in Spanje wordt mede mogelijk gemaakt door Lenatech Kunstgas Adviesbureau en de Goffert Hospitality & Events.